werd vanochtend wakker en toen waren de jonge vloggersgroep zeg maar al heel druk aan het appen. En bleek naar mij te zijn, want ik was zo stom om zowel mijn vlog van vandaag als die van morgen vandaag in te plannen. Maar goed, gelukkig hadden pas 5 mensen hem gezien, of gedeeltelijk gezien. En ik heb hem er gelijk afgehaald en opnieuw geüpload voor morgen. Dus nou, de schade is gelukkig beperkt gebleven. Maar goed, dat betekent wel dat het 7:50 is en ik al wakker ben. Was niet helemaal de planning, maar goed. Nou, dan ga ik mijn koffie zetten, hè. Ja, als ik dan toch wakker ben, dan moet ik maar even goed wakker worden. Dus dat ga ik even doen. Dan ga ik nog even wat andere filmpjes kijken. Ik ben nu 12 Days of Christmas van Suus aan het kijken, dag 2. En nou ja, 10 uur richting huizen. Ik ga me goed aankleden, want volgens mij is het onwijs koud. Dus dat moeten we maar even doen. Het is nu nog heel donker, ik zit even naar buiten te kijken. Maar alsof ik kan zien hoe koud het is. Misschien moet ik daar gewoon even de weer-app voor pakken. Maar het blijft wel droog, dat vind ik wel fijn. Want ze hadden sneeuw voorspeld. En volgens mij, als er sneeuw komt, komt dat pas vannacht. En ik hoop het eerlijk gezegd niet. Want ik vind skiën wel heel erg leuk. Maar met mijn rossel door de sneeuw is toch een gedoe. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat dat beperkt blijft. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga eerst even koffie zetten. Ik ben er weer klaar voor in ski-outfit. Vanavond ga ik de adventkalenders openmaken. Want inmiddels is er hier in huis... Ja, ik probeer het altijd een beetje uit beeld te houden. Dat lukt ook over het algemeen wel. Maar ja, op de een of andere manier is er hier een aardig bommetje ontploft de afgelopen dagen. Ook niet zo gek met alles wat ik aan mijn hoofd had. Maar het moet wel even opgeruimd. Want ik word niet heel snel onrustig van rotzooi. Maar nu is het op zo'n punt gekomen dat ik denk, het molt weg. Dus ik ga zo eerst lekker skiën. En als ik dan vanmiddag terugkom, ga ik even als razende hier door het huis. Even alles weer een beetje toonbaar maken en rust om me heen. En dan kan ik vanmiddag in alle rust met jullie de adventkalenders openmaken. En nou, gewoon nog wat andere leuke dingen doen. Dan kan mijn vakantie echt beginnen. Want hier word ik echt een beetje ibelig van. Dus dat moet weg. Maar ik moet ook zo weg. Dus ik neem jullie niet mee. Gewoon, jullie hebben het nu gezien. Het is niet heel veel anders dan andere keren. En ik heb niemand bij me om te filmen. Ik wil mijn camera niet onbeheerd laten. Meer van dat soort dingen. Dus ik kies ervoor om jullie lekker thuis te laten. En dan zie ik jullie vanmiddag weer. Zo, ik ben weer thuis. Oh, wat is het koud buiten. Oh. Ik was goed oefenen voor Oostenrijkse temperaturen alvast. Nou ja, maakt niet uit. Het was in ieder geval, het ging niet zo best. Maar het was wel weer superleuk. En het was de laatste. Dus daarna nog even wezen, even kletsen met deze en geen. Het is nu 4:10. Dus ja, dat is toch altijd wel weer even een hele dag weg eigenlijk. Maar ja, maakt niet uit. Nu ga ik orde scheppen in de chaos om mij heen. En nog even wat andere dingen doen. En dan ben ik gewoon over een paar uurtjes weer bij jullie terug. Voor de adventkalenders. En nou, misschien nog wel wat te kletsen en te doen. We gaan het zien. Ik ga in ieder geval eventjes opruimen nu. Zo, ik heb net even het stukje nog opgenomen voor de vlog die jullie afgelopen donderdag hebben gezien. Oh, ik zie het. Niet helemaal lekker met mijn statief, maar goed. En nu ga ik de adventkalenders van vandaag en morgen openmaken. En dan begin ik met die van de Action. En dan moet ik even in die van NYX kijken welke. Ik heb het net gedaan, maar ik ben het alweer kwijt. 21 en 22. En ondertussen chat ik lekker met de jonge vloggers. Heel gezellig. Dus dat is wat jullie op de achtergrond horen. Oh, kijk nou. Dat vind ik leuk. Het is wel een heel kleintje, maar dat is zo'n
haarelastiekje, die gebruik ik zelf ook altijd. Daar gaat je haar niet zo van in vastzitten en je krijgt er ook geen knik van en zo. Ik vind hele fijne elastiekjes. Maar ik heb ze zelf dan wat groter, maar iets kleiner is misschien ook wel heel handig. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik heb nu een bakje, dus daar ga ik het netjes in doen. En dan 22. Deze gaan al echt opschieten hoor. Voor jullie is het al over 3 dagen kerst. Hoor. En ik vind dat het al zo hard gaat. Een heel leuk gezellig flesje. Met iets heel spannends erin. Dreamcatcher highlighter drops. Dat vind ik altijd spannend, zulke producten. Want dan weet ik weer niet wat ik ermee aan moet. Maar ik denk dat het, want het is een soort pipetje. Niet een soort, het is een pipetje. Maar het is heel olieig. Dus ik denk dat ik het even moet schudden. Oh, het is echt keihard. Ik weet niet of dat nou goed is hoor. Kijk, er komt niks in het pipetje. Oh, het is wel mooi. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is wel echt highlighter. Maar het is een beetje een apart iets, omdat het dus zo... Oh, het droogt ook echt gelijk in. Nou, gaan we even mee experimenteren wat we daar precies mee moeten. Dan niks. Nummer 21 en 22. Soft matte lip cream. En zou dit nou echt in de kleur zwart zijn? Kiev is het. Oh ja. Volgens mij is het echt zwart. Ja. Het is inderdaad echt zwart. Halloween look een keer. Nou, ik weet niet of ik dat zo echt zou gebruiken. Maar nee. Het is ook leuk om te hebben. Nee, 22 maar ook nog. Weer eentje. En daarna komen er nog 2 doosjes aan, zie ik aan de vorm. Dus dit is denk ik het laatste lipproduct. En dat is een donkerbruine lipstick. Ook wel tof. Ik heb wel echt heel erg veel variëteit in kleurtjes nu. Echt geweldig. Dat vind ik wel super leuk. En dan de Douglas. En de Douglas is 14 en 15. 14. Hier heb ik 15 alvast. 14 zit hier. Oeh, dat vind ik ook wel handig. Een pincetje. Dat is nooit weg. En 15 had ik hier gezien. Ja, ik kom zo bij jullie, lieve mensen. Ik moet eerst even dit uitpakken. Dat is ook wel weer handig. Alleen zal ik het niet zo gebruiken. Het zijn padjes om je nagellak eraf te halen. Maar ja, ik heb natuurlijk gel lak. Dus dat is er hiermee ook niet af te halen. Maar het idee is wel super handig. Want dit gooi je gewoon in je tas als je weggaat. En dan kan je heel makkelijk, zonder dat je een fles mee moet slepen, je make-up eraf halen. Of make-up, je nagellak eraf halen. Nou, ook weer leuk. Nou, hier mogen we gelukkig nog wat langer van genieten, jongens. Tenminste, ik mag er wat langer van genieten. Want in principe, dat wilde ik jullie ook nog even zeggen. Ik vlog natuurlijk tot en met... Eigenlijk tot de kerst is Vlogmas. Dus dat zou betekenen dat 24... december de laatste Vlogmas online komt. Nu vind ik het wel leuk om een extra video te uploaden. En dat is
mijn kerst. Dus ik vlog 25 en 26 december ook nog. En dat komt dan online op nieuwjaarsdag voor jullie. Dat is dan de laatste vlogmas en daarmee sluit ik het af. Neemt niet weg dat ik er natuurlijk daarna weer een ritme moet gaan bedenken. En nu heb ik bedacht, weekendvloggen vind ik te weinig worden. Ik merk dat ik behoefte heb aan meer. Maar ik vind dagelijks vloggen te veel van het goede. En dat is om meerdere redenen. Eén, omdat de druk dan groot is. En ik wil het kunnen blijven combineren met alle andere dingen die ik doe. En omdat ik niet iedere dag een leuke vlog online kan hebben, voor mijn gevoel. Ik bedoel, ik vind de vlogs tot nu toe leuker dan ik dacht, ook op de dagen dat ik werk. Maar ze zijn natuurlijk wel een beetje van hetzelfde. En nu vul ik dat grotendeels ook nog op met die adventkalenders. Die heb ik straks natuurlijk niet meer. Dus ja, dan mensen, doe rustig. Ja, vind ik dat gewoon niet zo leuk. Dus ik denk dat ik overga in een aantal vlogs per week. En dan in ieder geval een weekendvlog. Want dat vind ik sowieso heel erg leuk. En dan misschien vlog ik dan de woensdagen, want die ben ik vrij. En dan nog 1 of 2 dagen erbij. Ik denk dat ik het een beetje zo ga oplossen. Als jullie leuke ideeën hebben, hoor ik het graag. Want jullie moeten er naar kijken. Dus als je zoiets hebt van dit wil ik zien of dat wil ik zien, dan vind ik het ook wel leuk. Dan kan ik ook eens een keer een extra video uploaden. Net zoals die make-up dingetjes uitproberen, kan dan een extra video worden. En zo zijn er nog wel meer dingen die jullie misschien graag willen zien. En waarvan ik dan gewoon een extra video online kan zetten. Dus dat was het weer voor nu. Ik zie jullie vanavond weer. Ik ben gewoon lekker een avondje thuis. Gewoon heerlijk, lekker even niks doen. Dus ik zit vlogjes te kijken. Ik moest er nog zoveel inhalen. En ondertussen doe ik mijn nieuwe verslaving. Het gaat echt helemaal nergens over, allemaal reclame. Kleuren op nummer. Dus dan doe je 1 en alles wat nu donker is, maak je die kleur. Het gaat werkelijk nergens over, maar ik vind het lekker ontspannend om te doen. Dus ik ga hier nog even mee verder. En ondertussen even de bento's binge-watchen, want ik liep een beetje achter dus. Zo, de boom is uit. Het is 10:30. Ik ga lekker naar bed, jongens. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Fijne dag of fijne nacht. En tot morgen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.